Welkom bij deze ArtBite. Mijn naam is Wendy Vossen en nu het weer mag, neem ik u graag mee naar een terrasje. Een 17e eeuws terrasje weliswaar, maar toch een terrasje. En het terrasje waar ik het over ga hebben, dat is dit werk van Willem Buitenweg. Willem Buitenweg was tekenaar, schilder, etser en werd geboren in Rotterdam. En hij heeft zijn opleiding genoten in Haarlem, werd slechts 33 jaar oud. En hij heeft dit stuk waarschijnlijk geschilderd in Haarlem. Alhoewel hij in 1617 weer terugkeerde naar Rotterdam, alwaar hij ook is overleden. Hij ligt begraven in de Grote of Sint-Lauwenskerk. Van Buitenweg is een relatief klein oeuvre bekend. Vooral dit soort werken, vrolijke gezelschappen in de open lucht. En wanneer we naar de achtergrond kijken, zien we de Mariakerk, of tenminste een kerk die geïnspireerd is op de Mariakerk. En dat is waar we Buitenweg vooral van kennen, van zijn grafische werk. We kennen nog 125 tekeningen van hem, 32 etsen. En deze tekening heeft dus vermoedelijk als inspiratie gediend voor de kerk op ons werk. De bestudering van het oeuvre en met name de datering en de toeschrijving aan Buitenweg, die worden enigszins bemoeilijk omdat hij dus geen signatuur en geen datering heeft achtergelaten op zijn schilderijen. Maar dankzij deze tekeningen en schetsen kunnen we een heleboel weer terughalen. En belangrijk is dus om te kijken naar de schetsen en de tekeningen en de prenten, want die zijn namelijk wel gesigneerd door hem. Nou, hier zien we elegante jongeren die volgens de laatste mode zijn gekleed. Trots op zichzelf als je kijkt naar de positie van de manier waarop, de manier waarop deze jonge man staat, met zijn ene voet zo haaks op de andere. Dat is eigenlijk een toch wel zelf ingenomen houding, zou je kunnen zeggen. En ze lijken verdacht veel op het stel aan de rechterkant op ons schilderij. En wanneer we dan kijken naar het gehele oeuvre van Buitenweg, dan zien we dat zowel zijn tekeningen als zijn schilderijen heel erg veel handvatten bieden. Maar zelfs ook de schilderijen van stadsgenoten. Want wanneer ik deze meneer dan even naast drie andere meneren zet, waarvan er twee dus door Buitenweg zijn geschilderd, dan zien we opvallende overeenkomsten, niet alleen met Buitenweg zijn eigen werk, maar ook met het werk van Frans Hals. En het leuke is dat die hoeden die ze op hebben ook nog heel belangrijk zijn en die ons ook weer helpen met het dateren van dit werk. Want hoe toevallig, tussen 1615 en 1620 zijn die hoge hoeden ontzettend populair. En die zie je dan veel terugkomen in de schilderijen, maar daarna is het eigenlijk weer over het hoogtepunt heen. En dat helpt ons dus om deze schilderijen te kunnen dateren. Dan weten we natuurlijk dat die van Frans Hals natuurlijk in 1616 is gemaakt. Dus dan kun je bepaalde dingen, bepaalde feiten aan elkaar koppelen. Laten we maar even verder kijken naar ons schilderij, want daar is verschrikkelijk veel op te zien. En het is te leuk om lang bij andere dingen stil te staan. Als eerste valt op dat het een beetje een haast theatersetting is, met die grote kolommen, met dat doek daaromheen gedrapeerd, dat het bijna lijkt alsof ze hier op een podium staan in een theater, in plaats van dat dit de buitenwerkelijkheid moet voorstellen. We zien hier de jeunesse dorée. We zien jonge mannen en vrouwen staan gekleed volgens de laatste mode, zoals dat we al geconstateerd hebben. En dit zijn dit is eigenlijk de welgestelde jeugd die geniet van de welvaart die hun ouders voor elkaar hebben gekregen aan het einde van die 16e eeuw. Dus deze jonge mensen die hebben meer tijd dan hen lief is en kunnen dus met enige regelmaat dit soort feesten en partijen aanrichten. Nou, we zien een aantal fraaie details verder. Ik heb net al die kerk genoemd en ik wil jullie even meenemen naar een aantal details. En laten we inzoomen als eerste op de voorgrond. En op de voorgrond zie je dan een groot bassin.
van terracotta, marmer, in ieder geval rood geschilderd. Dus ik heb dan een beetje terracotta gevoel. Maar er drijven in het water, dus staan in het water twee grote kannen, ook hele kostbare kannen, een beetje vergulde en wat meer zilverkleurige. En daar zit wat in, want je ziet bij die zilverkleurige, misschien is dat wel een glazen kan, zie je dus rood. Dus er zal ongetwijfeld dan rode wijn in hebben gezeten. En die staat dus in het water, wat verder dan doorzichtig is. Maar dit is wel de manier om je wijn koel te houden. En dat was natuurlijk wel iets wat ook uitsluitend door de rijken werd gedaan. Nou, we zien daar rechts nog een kan liggen. Die is waarschijnlijk al leeg. En links zien we een hond staan die wat van de grond aan het likken is. Wellicht wel wijn die gemorst is. En ook het type hond is wel het type wat je ziet in rijke families. Nou, helemaal rechts zien we op de achtergrond ook iets wat we een tresor noemen. Dat is een meubelstuk wat je heel vaak voorziet komen in dergelijke schilderijen waar het gaat over die vrolijke gezelschappen in de buitenlucht. Het is eigenlijk een pronktafel, een pronkmeubel, waar die hele kostbare grote borden, grote schalen tegenaan zijn gezet. En je ziet dat ze ook gebruikt gaan worden, want deze dame hier, die staat op het punt om er één af te pakken, om te vullen met het een en ander wat ze wil gaan opdienen. Nou, en wat dan op die tafel te zien is, ja, dat is echt super, super bijzonder. Om te beginnen, van rechts naar links, zien we een bekerschroef staan. Die heb ik even meegenomen in het echt, tenminste zoals dat je hem kunt vinden in het Boijmans van Beuningen onder andere. En dan zien we dat daar een glas in geklemd wordt. En dat noemen we een roemer. En dat is met zo'n bolle, zo'n bol glas. Maar wat op het schilderij te zien is, dat is een ander type glas. Dat is een berkenmeier, want dat heeft zo'n, eigenlijk zo'n driehoekig puntje, een trechtervormige kelk in plaats van een ronde kelk. Dus dat is een ander soort glas dat erin staat. Maar dit is wel iets wat ook weer super, super rijk is. Rijkdom uitstraalt eigenlijk vanwege het feit dat dit natuurlijk een luxe object was. Want dan moet je eigenlijk met twee handen moet je dat dan optillen om je glas te kunnen drinken. Nou, wat verder, en natuurlijk heel prominent in het midden, zien we daar die pauw zitten. Of tenminste, het is een pauwenpastei. En die pauwenpastei, dat is echt iets wat ook weer laat zien hoe rijk dit gezelschap moet zijn. Want deze pauwpasteien, die waren waanzinnig spectaculair om op een tafel te hebben staan. Maar echt lekker, dat waren ze niet. Dat weten we in ieder geval uit de geschriften. Onsmakelijk en taai, zo werden ze omschreven. Maar dat ze er dus heel fraai uitzagen op een tafel, dat mogen duidelijk zijn. Met die vleugels die daarin geprikt zijn in die pastei, met de hals en de kop van de pauw, die grote lange staart die zo over de tafel gedrapeerd is. Maar dat moet dus inderdaad een heel fraai gezicht zijn geweest. Maar ze waren dus niet zo heel lekker om te eten. Verder zien we ook nog oesters liggen op een schaal hier. En we zien hier nog een zoutvat. Nou, we weten natuurlijk van zout dat het heel kostbaar was in der tijd. En dat natuurlijk ook rechtvaardig om daar een heel kostbaar zoutvat voor te hebben. En je ziet dan dat dat bergje zout ligt daar op dat zoutvat. En het was natuurlijk niet de bedoeling dat je dat met je handen pakte of zo. Nee, dat was de bedoeling om dat met je puntje van je messen over je eigen eten heen te strooien. Want waar men dat voor gebruikte was natuurlijk om smaak te geven, maar ook om bepaalde dingen te conserveren. En we weten bijvoorbeeld dat haring, een van de meest populaire vissoorten in die tijd, en natuurlijk op grote schaal ook werd gezouten. En dat werd ook wel pekelharing genoemd. Hè. Dat is ook wel vandaag de dag nog bekend. Nou, onze buitenweg werd ook wel geestige Willem genoemd, vanwege het feit dat hij toch wel hele humoristische tafereeltjes laat zien binnen die grotere gezelschappen. En hier links zien we een stelletje waarvan alles gaande is. Allereerst valt natuurlijk haar zwaar gedecolleteerde halslijn op. De borsten vallen bijna uit de japon. En je zou dan bijna kunnen denken van, hebben we het hier over een bordeel? Nee, dat is niet waarschijnlijk, niet aannemelijk dat het hier om een bordeel gaat. Maar toch, het is een flinke décolleté. Nou, daar waren verschillende meningen over. Een Zeeuwse predikant die beklaagt zich dus over de laag uitgesneden jurken en hun draagsters. Wat is dat anders dan zich tot een strik des duivels te maken, wordt er dan gezegd. En je ziet dan dat de mannen
daar toch ook wel heel anders over denken. Met name de Leidse studenten. Want die raden elkaar aan om vooral naar de kerk te gaan. Omdat daar de jonge dames gepronkt en opgetooid. En zij komen daar om te zien en gezien te worden. Dus dit was toch wel ja, iets wat vaak gebeurde. Zulke heftige décolletés dragen. Nou, er gebeurt natuurlijk het een en ander ook hier. En met name als je dan inzoomt op wat er met die voeten aan de hand is, daar op de grond. Daar zit dat aapje. En dat aapje dat is ook vaak gebruikt als symbool voor wellust. En dat aapje dat wil waarschijnlijk onder die rok van die dame kijken. Maar dat wordt verhinderd door die man die naast haar zit, die met zijn voet dus dat voorkomt. En met zijn voet op de rok gaat staan. En wellicht grijpt hij dan de gelegenheid aan om meteen even met haar te voetje vrijen. Maar dat doet hij alsof dat niet opgemerkt wordt. Zo achterloos, want hij kijkt haar niet echt aan. En zij kijkt zo naar hem, zo van, oké, wat wil jij van mij? En ondertussen heeft ze een van haar pennen uit haar haar getrokken en zit ze daarmee zichzelf op haar hoofd te krabben. En wellicht had ze last van luizen, want dat was iets wat natuurlijk in de 17e eeuw met de toch redelijk gebrekkige hygiëne vast wel vaker voorkwam. Nou, dit soort flirtige spelletjes, dat jeugdige vermaak, dat is heel kenmerkend voor die schilderijen van Willem Buitenweg. En hoe blij zijn wij nu dat wij dit ook weer kunnen doen? Wij kunnen weer dat terrasje pikken en wij kunnen weer lekker daar gaan zitten en naar mensen gaan kijken, lekker bijkletsen of simpelweg gewoon genieten van het feit dat het weer kan. Ik wens u ook heel veel plezier daarmee. Geniet ervan en ik zie u graag een volgende keer. En het liefst natuurlijk gewoon in de zaal terug bij een van de activiteiten van de Vrije Academie. Tot ziens!